Hi. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag, het is al donderdag. Oh, het is donderdag. Oh mijn god. Ja, het zou eigenlijk maandag weer starten, maar het lukte niet helemaal. Het is echt koude voeten. Winter is niet lekker en het was gewoon veel. Het was gewoon veel. Gewoon veel de afgelopen dagen. Wow. Ja. Ik ga nu naar mijn werk en Joyce is vandaag thuis. Het was een lang dagje vandaag. Soms dan gaat de tijd gewoon, ja ik weet het ook niet, gewoon traag. Maar goed, de hele dag gewerkt en Joyce was thuis met Hunter en dat was volgens mij echt een drama. Ik kon in het begin het niet bereiken omdat hij dus alleen maar verdrietig was. En nou ja, verdrietig niet, maar gewoon ziek. Dus we hebben uiteindelijk nu ook de huisarts gebeld en we kunnen... We moeten even wat langs brengen, omdat die... ik ga er niet in detail over overtreden, vind ik niet zo gepast. Maar hopelijk wordt snel duidelijk wat hij heeft, want het duurt nu al echt wel erg lang. Dus wij waren een film aan het kijken. Oh, een stomme foutmelding van die BMW. We waren een film aan het kijken via Pathé. Hadden we eentje gehuurd. Ik hoop dat hij het nog doet, want we hadden 48 uur om te kijken en... We komen steeds niet de afgelopen dagen aan het afkijken van die film toe. Het is echt alleen maar file. Ik ben al anderhalf uur onderweg. Hallo mensen, ik ben weer thuis. Hallo, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Nee, we hebben toch al lang geopend vanmorgen. Hallo, welkom bij het einde van deze... Nee, oh nee, jezus, mijn kantloos. Je wordt steeds erger, je vlogkwaliteit. Het vocht helemaal niks meer. Dat was gewoon een lange dag. Nou. Dat was een heftige dag. Ik kreeg echt een zenuwinzinking. Ja, hè? Ja. Ik ken het wel, ja. Maar nu lijkt hij gewoon oké. Hij is zelfs chips aan het eten. Ja. Gek, hè? Ja. Nou ja. Morgen een nieuwe dag. Ik kijk wel uit naar de nacht. Ja, joh. Het komt wel goed. Ja. Ja, goedemorgen. Ze zeggen, open de ochtend. Hunter wil dus de hele tijd Labello op zijn lippen smeren. Sinds Scarlett dat één keer heeft gedaan. Voor de grap. Hij wil ook wenkbrauwen. Ja, hij wil ook wenkbrauwen. Soms zit hij dan naast Scarlett in de badkamer als Scarlett zich opmaakt. En toen wilde hij ook dat ze zo met zo'n penseeltje over zijn wenkbrauwen ging. En wilde hij dus ook een lipglossje. Ja, ja. Ja, ja. Mooie lippen. Joh. Ja, dat krijg je met twee mama's. Wacht even tot je naar bed gaat. Als je vandaag wel naar bed gaat. Ik zit op de fiets. Ik ga even een plekje elders zoeken om wat opdrachten te gaan maken. Want met z'n allen thuis. Het is gewoon geen optie hier om iets te doen, want Hunter die plakt dan de hele tijd aan me. Oké, ik heb snel wat opdrachten net in elkaar geflanst en nu ga ik weer richting huis fietsen. Scarlett zei dat Humpy alweer een beetje humeurig was, dus ik hoop dat we nog wat leuks kunnen doen, maar Scarlett heeft zo een afspraak. Dus ik neem het weer over. Oh, een poep weer jongens, het lijkt wel herfst. Oh, ik hoor je mannetje. Hey! Hé hey schatje, kom hier met je labellootje? Kom maar. Het regent. Oh, bah. Wat bah. Een... Ja, bah. Doe maar snel dicht. Ja. Bah. Hoe is het hier? Ja. Ja, het is voorspoedig. Het is voorspoedig. Heel soepel. Wel lekker aan het. Ik ben met de jongens op pad. En die jongen is daar stiekem achter gekropen. We zijn in Zeist. Want we gaan daar naar de overkant. Ik weet niet of je het kan zien. Daar op de hoek ergens zit Planet Happy. En daarna ga ik even echt in het bos of zo wandelen met Shores. Want die krijgt soms ook wat aandacht tekort. Ga je mee? Blijf je bij de auto's? Ja, toch wel. Een knikkerbaan. Zie, Hunter vindt het heel leuk. Leuk hè? Wow, deze winkel, als je een keer in de buurt bent, is echt fantastisch. Het is echt zo groot. Ze hebben echt zoveel. En echt niet alleen maar hout. Kijk, ik heb hier echt een mega ambulance. Denk je die wel cool vindt, Winter? Hele grote.
En Hunter die is hier alle fietsjes aan het testen. Hier kan je fietsjes testen en dan kunnen ze hier een parcoursje doen. Oké, Hunter heeft hem ook gespot. Hij zegt, nu zie je hoe groot hij is, zeg maar, als je hem met Hunter vergelijkt. En het is echt cool. Hij maakt ook... En je kan er ook echt helemaal in. En hier, kijk, kan een patiënt in. En een deurtje. En hier ook, die kan je open doen. En er is zelfs een poppetje bij. Ja. Zelfs mama vindt hem cool, Hunter. En mensen, ik was benieuwd wat Joyce had gekocht. Had je het al gefilmd? Wie had een politieauto? Al de politieauto's gaan kapot. Ja, maar die was dus kapot. Ah, deze is wel cool, ja. Dat is een Jeep. Ja. Deze kunnen open. Verder niks. Ja, goed, hè? Nou, we hebben ook namelijk iets heel cools gezien. Ja, wat dan? Moet je zo maar terugkijken. Oh, okay. Het was een hele grote ambulance. Oh, wat cool. Waarom ben je niet? Ja, echt met geluid en alles. Dat is toch leuker? Ja, maar die was wel 54 euro. Ja, dat was heel heeft geluid. Oeh, een beetje. Hallo lieve mensen, ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Nou ja, ik heb wel gewoon allerlei dingen gedaan met Hunter, maar niet heel verder filmswaardig. En het is nu 3:15. En ik ga nu samen met Hunter mama verrassen door even met hem naar het ziekenhuis te gaan. Gaan we? Oké, dan zijn wij niet terug. Let's rijden. Nu nog het ziekenhuis vinden. Ik heb geen idee waar we nu, ter hoogte van waar we nu zijn. Even wachten op mama. Ik weet niet wie eerst komt. Ja! Dat is leuk, hè? Je was wel echt verbaasd. Huh? Je was wel echt verbaasd. Ik hoorde een kindje. Ik denk, hé, wat doet hij? Ik denk, hé, wat een bekend geluid. Wat een bekend geluid, dacht mama. Beetje vriendjes. Het is hier koud, zeg. Oh, waar lag hij nou? Naast mijn bed. Ik heb hier luier. Even staan. Oké, maar ik ben zo weer terug. Ik was dus de hele dag de camera kwijt, maar hij lag dus naast mijn bed blijkbaar. Dus daarom heb ik zulke rukbeelden van de rest van de dag, want dat heb ik gewoon met mijn telefoon gedaan. Het is koud, ik ga de kachel aanzetten. Heeft iemand de kachel thuis wel aangezet? Of is het echt een no-go? Nu al. En wij gaan zo lekker chillen hier. Zondagochtend, 7:10. Dit is nu echt gewoon standaard. En hij is dan ook nog de afgelopen week een meerdere keren per nacht wakker. Ik heb deze baan, maar ik snap niet helemaal hoe die echt hoort. Want het eindigt nu gewoon, ja. We zijn lekker samen even aan het spelen. Het is buiten vies weer. Vanmiddag ga ik naar mijn moeder. Zo, ik vergeet even te filmen. Maar ik heb even lekker een uurtje of twee hier gewoon in bed gezeten. Met mijn laptop en ik wilde eerst gaan slapen, maar ik voel me dan te nutteloos. Ik hoor het te nu wakker worden. Dus dat is volgens mij mooie timing, want het is 2:30 en ik dacht ongeveer 2:30 bij mijn moeder te zijn. Dus dan heb ik nog een half uurtje om hem aan te kleden en even shorts even uit te laten. Ik loop weer in Amersfoort. En het is iets later, 3:15. Het is altijd later. Eerder ging ik altijd 2 keer in de week. Maar nu, ik zou gewoon oprecht niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik vind dat wel een beetje lastig. Want je merkt wel echt dat mijn moeder het heel fijn vindt als, een van ons tweeën langskomt. Dat is toch wel een beetje het meeste wat langskomt. Er komt wel heel af en toe een kennis of een vriendin langs, maar dat is echt 1 keer in de 2 maanden of zo. Je voelt je dan heel verantwoordelijk. En heel, dat je heel belangrijk voor iemand bent. Terwijl je dat, ja, maar ja. Ja? Ja, Hunt is enthousiast, want hij weet hoe het bed omhoog moet. Maar dat betekent dat hij nu de godganse tijd bed om... Nee, even wachten, Hunter. Nee. Hunter, nee, ik ben. Eerst naar beneden. Ja, oké, zo. Ik zou de spreider opleggen, heel netjes, leuk. En nu? En nu? Ja, gaan we weer. Maakt niet uit hoor. Ja, zo goed? Is hij goed zo? Oké. Ja, het is vandaag maandag en het is koud. Ik weet niet, ik heb de hele dag koud. Ook al heb ik de kachel aangezet. Ik ben de hele dag thuis aan het werk en vanavond ik zag dat er vanavond weer een persconferentie is. En ik vrees dat er echt heel veel weer aan banden wordt gelegd. Wat ik snap door de enorme toename aan besmettingen en zo. Maar ja, ik weet niet, ik zie er wel een beetje tegenop dat het...
Ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Maar ja. Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag dinsdagochtend. En Hunter gaat naar het werk. This is the situation. Hij wil niet meer van de stoel af. Het was vanmorgen weer 5 uur. Half 5? Ik weet het niet eens. Ik weet gewoon niet meer wat we moeten doen. Nee, hij is nu iedere ochtend. Sinds vorige week zondag is hij iedere ochtend gewoon om 5 uur wakker en wil hij niet meer. En hij stopt ook gewoon niet met hij stopt gewoon niet met huilen. Dat is we dachten eerst, oké, dan laten we een keertje even huilen. Maar ja. No. Ik ben weer onderweg naar huis. Iedere dag van werk. We hebben ook te horen gekregen dat we nu de komende 3 weken niet op kantoor kunnen komen. Omdat dat gewoon niet coronaproof in die zin is. Gezien alle nieuwe maatregelen. Het is altijd een beetje dubbel bij mij. Omdat ik aan de ene kant vind ik het dan chill. Omdat ik soms wel echt de neiging heb om mezelf te isoleren van alles en iedereen. Ik weet ook dat het voor mij echt helemaal niet goed is. En dat het ook helemaal niet bijdraagt aan een positieve stemming. En dat het mij juist veel meer biedt om ergens te zijn waar leven is en waar, gewoon, waar ik gewoon contact heb met mensen. Dus. Oh, mensen. Wat is dat toch met onze kutplanning? het is inmiddels. Ja, dat zie ik niet aan. Het is inmiddels 7:30. En Joyce is Hunter nog even een fles aan het geven. Dus nu ga ik even snel boodschappen doen, want er is geen brood meer in huis. En even wat simpels qua eten halen. Dus ik denk een soort van maaltijdsalade of zo. Ik weet het nog niet. En ik hoop echt dat Hunter deze keer wel gewoon een keer een hele nacht slaapt. Ik snap trouwens dat deze vlogs voor jullie best wel saai zijn. Want ja, we filmen best wel weinig. Wij moeten gewoon even in dit ritme komen. We moeten gewoon even kijken hoe we een soort van ritme kunnen vinden. Nu we allebei weer werken. En ik vrouw of jou ernaast doen. En nog wat andere dingen. Oh jezus, wat, mijn kamer is een beetje vies. Goedemorgen mensen. Ik loop nog in mijn sloeber outfit, want ik had geen tijd om te douchen. Maar we zijn hier bij de groenteboer. Ja, je ziet een trein. Dat is dus hoe de hele tijd gaat. We zijn bij de groenteboer en we hebben lekker pijnboompitjes en rozijntjes gehaald. Hè? En pijnboompitjes vind je ook lekker. Ja. Oh, niet zoveel tegelijk. Ja, nogmaals goedemorgen mensen. Ik was net al even buiten en alles. Oké, wat ik heb gemaakt is broccoli gekookt, een eitje gekookt. En dit is witte bonen, tomaatjes, banaan en een beetje pap. En ja, geen idee hoe je het vindt. Dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Nee. Goed, dat zag er heel gezellig uit. Goedemorgen. Het was vandaag weer om 4:30 ongeveer. We zijn een beetje moe. Joyce is al naar het werk. Het is inmiddels 7:00. Waarom ben je zo boos? Nee, dat mag je niet doen. Ik ga zo eventjes een stukje shorts uitlaten of zo. En om 8:00 ga ik hem naar de opvang brengen. En daarna moet ik de hele dag werken. Hi. Hi. Goedemorgen. Good morning. Hadden we deze ochtend al gevlogd? Ik heb jou naakt in het huisje gevlogd. Nee, echt? Ook toen wij op de grond zaten, zeker. Maar dat zie je toch niet, of wel? Nee, je ziet gewoon een beetje. Een Scarlet Kids Scarlet let daar nooit zo op. En dan kijk ik later en zeg ik, nee, dat kan echt niet. Ja. Maar je ziet toch alleen maar een beetje silhouet? Ja, dat is toch niet zo boeiend. Anyway, we zijn gezellig samen thuis. Ik ben vrij. Scarlett is wel aan het werk. Nee, dat ik mensen aan het bellen. Nou, Hunter, het was eigenlijk niet de bedoeling dat je die nog ging aantrekken. Die hebben we namelijk op Marktplaats gezet. Ja, ik reageer niet meer op mensen die Ja, het is al het nadeel van Marktplaats. Dan zet je iets op en dan gaan mensen altijd ellenlange berichtjes lopen sturen. Ik bedoel, dan heb je een duidelijke foto erop gezet van er zit een krasje op. En dan gaan ze alsnog een mailtje sturen met zijn de krasjes duidelijk zichtbaar? Dat je denkt, er staat een freaking foto op. Dat kan je toch gewoon zien. Onze nacht was, nou op zich was het een... Ben je het uit geweest? Vannacht? Nee? 1 keer? Of niet? Nee, niet. Nee, niet hè? Het was gewoon heftig inslapen, dat was het. Gaan we hem hier neerzetten? Ga je mama helpen? Want we hebben iets leuks. We hebben even iets leuks, dat mag ook wel eens een keer. Ik heb deze doos ontvangen met daarin allemaal leuke spulletjes die ik mocht uitzoeken van Best Secret. Ik ga heel veel deze vlakken halen.
gekomen. Ja, zijn we. Die ik mocht uitzoeken van Best Secrets. En misschien kennen jullie het inmiddels wel. We hebben eerder een samenwerking gehad met Best Secrets. En het is een exclusieve shopping community. Waar je eigenlijk alleen maar inkomt als je daarvoor wordt uitgenodigd. Nou, wij zijn bij deze uitgenodigd. Maar we mogen jullie ook uitnodigen. Dus in de beschrijving of hieronder maakt Scarlett, die kan dat heel goed. Die maakt daar zo'n balkje met daarin de code. Waarmee je kan inloggen op de webshop. Zodat je ook wat spulletjes kan uitzoeken. Want het is echt een hele toffe webshop waar je echt van alles kan vinden. Van jongens, wat is het hier? Chaos! Anyway, in de webshop vind je echt van alles. Van spullen voor in je huis. Tot kleding, tot schoenen, sportkleding. Ja, zo gek. Babykleding. Babykleding, precies. Ja, bedenk het. Echt alles. En wel 3000 merken. Wat nog veel leuker is, is dat alle spullen met heel veel korting worden verkocht. Wel tot 80%. Dus dat is echt heel veel. Ja, zoals ik al zei, ze hebben... Kijk, ja, ja, ik weet het. Ik word er ook enthousiast van. Korting. Ja, dus echt toffe spullen. En van allerlei merken ook. Dus, onze spiegel is ook. Onze spiegel? Oh, die. Ja, en daar ben ik, ja, daar ben ik echt wel blij mee. Het is echt een hele leuke spiegel. Ja, die komt daar dus ook vandaan. Ik ga de doos uitpakken en dan kunnen jullie met mij meekijken wat ik er heb uitgezocht. Hunter, waarom zit je op de vensterbank? Oh. Hunter? Nee. Niet daar aan zitten. Die is ook exclusief van oma. En als je die omgooit, dan is die kapot. Dit coole dingetje van Kirk. Waarom zit je daar? We gingen samen de doos uitpakken, weet je nog? Dan gaat mama wel alleen de doos uitpakken. Dan ga jij daar maar zitten. Oké. Okay. Ga ik hem wel in shorts maken, oké? Okay? Als eerst. Hier ben ik wel heel... Ik kan niet dit. Dat is lawaai. Ik ben echt niet zo lawaai, zeg mama. Mama moet dat monteren. Kan niet. Kan niet. Het er kan niet. Nee. Maar ik wil ook een andere schoen. Hunter. Ik kan toch niet. Kom. Nee. Dat kan al helemaal niet. Dat zei mama net nog. Exclusief van oma. Liepie. Exclusief van oma. Hou het kind van de ding af. Exclusief van oma. Oh, wat moet hij nog doen? Zorgen dat jij gestuurd bent. Wat een chaos, Hunter. Ga erop. Nee. Hunter, kom. We gaan samen even de doos doen. Kom, we gaan even hier zitten. Even hier? Hier? Ik help je niet uitpakken. Oké. Zou je ons dit aan? Ja. Mama gaat ook naar bed zo. Hunter, nee. George, nee! Jongens! Wegwezen! Van de bank! Hup! Jij van de bank, jij van de vensterbank. Kan toch niet, jongens? Een jas. Ik heb één sloeberige winterjas. Ik ben benieuwd hoe die zit. Ik ga hem hier opzetten. Dat je het goed kan zien. Scarlettie? Oh, laat zien. Ik was heel benieuwd. Oh, mooi! Ja, hè? Nou, hij zit ook echt goed. Goed. Ja, daar ben ik blij mee. Eindelijk weer dat ik denk van nou... Ik zie er ook weer een beetje fatsoenlijk uit. Ja, pak me uit. Ja, tu, haal hem er maar uit. Mag ik hem passen? Kan ik hem even laten zien? Is leuk, hè? Hij is heel leuk. Ik hoop niet dat hij te kort is. Ja, mijn figuur. Ja, die ga ik zo. Die ga ik zo. Oh ja, het is toch een ander stofje dan ik dacht, ja. Even kijken. Dit is de blouse. Ik vind hem wel leuk. Ja, hè? Ja, wat leuk. Ja, ik vind het leuk. Leuke kleur, ja. Ja. Ik vind het wel leuk dat hij niet zo lang is. Leuker dan die witte. Ja, die is wat lomper nog. Ja, lompie. Je vindt die vreselijk. Ik heb dus ook zo'n soort blouse in het wit, maar die is wel veel, die is wel grover en iets langer. Maar ja, leuk. Die is wel een beetje groot. Nou, wel grappig. Het is wel leuk. Oh, wat leuk. Ja? Ja, apart. Ja, apart. Ik heb dit soort kleren echt niet. De laatste tijd loop ik sowieso alleen maar in sloebe kleren, truien, shirtjes. Dus, zo kan het ook. Zo ben je ook.
Zo ben ik ook nog, ja. Ja, het is echt, ik weet ook niet, sinds de geboorte van Hunter, ja, ben ik daar gewoon niet meer zo mee bezig. Dat is niet zo heel goed. Met een nette broek en een jasje. Ja, met een jasje. Oh, is heel leuk. Ja, ja, mooi. Die. En dan nog laatste, als laatste iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. En waar het ook wel hoog tijd voor is. Kijken. Hoop dat ze goed. Heb jij ze al aangehad, stiekem? Ja. Ja? Oh, wat flauw. Check. Wow. Hoe cool zijn deze schoenen? Dit is maat 37. Ze vallen een beetje ruim. Op zich volgens mij nog wel prima. Maar wel iets ruimer dan, dan ik normaal gewend ben van maat 37. Ja, cool. Ze zijn echt heel mooi. Echt blij mee. Ze lopen ook lekker. Gewoon nu al. Gewoon nu al? Ja, nou nee, maar dat is altijd mijn... Stop. Huh? Ja, nou ja, maar soms heb je dat wel. Dat is echt altijd mijn struggle met nieuwe schoenen. Dat ik ze gewoon niet aantrek. Of pas heel laat aantrek. Omdat ik gewoon zo slecht ben in het inlopen van nieuwe schoenen. Heb jij een doos? Heeft mama nieuwe schoenen? We hebben allebei wat, toch? Nou, cool. Scarlett zet hier een linkje neer. En dan kunnen jullie ook in de webshop. Ja, neem een kijkje en... Laat ons ook weten of je iets hebt gekocht. Wat je hebt gekocht. De wegwiel rijden. En dat dit het effect is. Ja, hè? Gaat niet gebeuren. Nee, en hoe kwam dat nou? Deze stond op aan. Want Huppie heeft in de auto gespeeld. Dus nu moeten we met mijn auto. Moeten we gaan even ergens wat drinken. Ja, we zijn in Zeist. Leuk een hofje. We wilden en iets leuks doen voor Winter. En iets leuks doen voor onszelf. Komt hier echt iemand, denk je? Ik weet het niet. Ik kan misschien het heel weghalen. Hoe je komt snel. Ja, ja. Beetje snel. En hoe je komt, of gewoon dit, en daar staat er meestal. En wie komt, meestal, ja. Kijk hoe chill we hier zitten. En mijn favoriete liedje staat ook nog aan. Dat is toch chill. Ja. We hebben ons eigen huis. Nee. Konijnlaag. Even afwisseling van de wacht, want anders dan loop ik de hele avond in die speeltuin. Scarlett takes over. Althans, ik heb Scarlett gewoon die kant op gestuurd. Je speelt niet goed. Nou, dan ga ik ook even zitten, zegt hij. Wij zijn weer thuis en het eerste wat Hunter deed was de laptop pakken. En wij geven daar aan toe, ja. En nu zit hij dus zo asociaal. Als een soort, ja. Zit hij brandweerman Sam te kijken. Maar dan moet ik eigenlijk naar bed, want het is echt al heel laat. Dus hij mag nog heel even chillen en dan gaan we naar bed. Eten en naar bed. Ja? Is dat een deal? Dat denk je zelf. Nee. Wij hebben lekker getekend met Hunter. Kijk, dit hebben we met z'n drieën gedaan. En daarna hebben we een boek gelezen. Deze, die is echt heel leuk. Ik zal even laten zien. Gisteren hebben we deze gelezen. Die is heel leuk, gaat over pesten. Ja, echt superleuk, maar nee, maar het eindigt positief. En deze is ook echt heel leuk. Dit is een boer die verliefd wordt op een dierenarts. Als in liefde is liefde. Ja, wij zijn aan het werk. Joyce is er schoolwerk aan het doen. En ik ben wat dingen voor campagnes aan het doen. Dus dat. En Hunter ligt te slapen. We zijn even naar de... we gingen even naar de Action. Ja, Hunter zoekt zelf allemaal dingen uit. Autobaan. Oh, dat? Oh ja. Dat wilde ik vroeger altijd. Nee, dat kan. Oh, beetje. Sam!
brandweer met Sam. Brandweer met Sam. Oh. Nee. Oh. Dat is wel heel heftig, schat. Dat is een lelijke auto. Ik heb nog nooit zo'n politieauto gezien. Ik ga voor deze. Waar drukt hij op hier? Nou, hij heeft zo'n zijkant, dat oranje knopje. Oh ja. Je moet deze openmaken? Heb je iets nodig zo? Hobbitje! Hooibalen erbij. Met de hooibalen erbij. Dit moet een schaartje hebben. Ja. Het is 9 uur. Ja. En we gaan naar bed. Voordat hun baby wakker wordt. Het is 11 uur. Dus, hè? Ja, dat wel. Klingon. Ik zal laten zien. Hou op. Ik zal laten zien. Nee, ik wil hem niet zien. Dat is heel grappig. Het is niet grappig. Kijk, wat is dat? Ik heb al een bult op mijn hoofd. Ja, daar. Ik heb er nu iets opgesmeerd. Ja, maar waarom moet ga je daar ergens opspieren? Aan? Je hebt zitten peuteren. Maar waarom ga je daar iets opspieren? Ja, hij gaat ook gewoon naar zijn werk, hoor. Ik ga morgen niet naar zijn werk. Ja. Hou op. Kijk, hier. Nou, het valt best wel mee. Als je die ziet... Je verhouding tot jou. Hou op. Hey, kijk nou. Wij gaan nog even voor hetzelfde. Ja, hij kan niet eens meer scherp stellen. Zo erg. Ik hoop dat je te weinig beeld hebt. Ja. Kijk nou. Ze heeft een beetje hetzelfde haar. Hou op. Wij gaan voor hetzelfde geld nog even kijken. Gaan we slapen. Voor hetzelfde geld gaan we dan nog even kijken. Hetzelfde geld. Komt er nooit meer goed. Nou, oké. Klaar. Kijk, ze kijkt ook zoals jij kijkt. Hou op. Nou, kijk, ze kijkt ook op dezelfde manier zoals Joyce vaak naar mij kijkt. Kijk dan eens. Kijk eens ook in de camera nu. Zie je? Dat lijkt wel hoor. Oké. Nou. Zie je? Ja, je hebt alleen een andere neus. Voor de rest lijkt je er wel op. Oké. Dankjewel. Welterusten. Dankjewel schatje. Voor deze motiverende woorden. Ik zou er wel willen lijken. Nou fijn. Oh, hier ook al ja. Dat heb ik ook iets opgesmeerd. Jongens, ik moet niet eens op stelte. Waarom smeer je er iets op? Ja, dat is uitleggen. Gewoon, dat is gewoon mijn ding. Ja, maar dat moet je juist niet doen. Jij smeert ook nog iets op je gezicht. Goedemorgen, ik ben vandaag heel eventjes op het bouwterrein, want we mochten even gaan kijken. En ons huis is al best wel ver. Kijk, daar staat hij. Cool, hè? Ja. Ja. Dit was een heel zoierig vlog. Ja. Tot zover. Ja, ik weet het ook niet. Het voelt ook aan als zoierige weken. Ja, van zo. Nee. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.